10 mei ga je ook een workshop geven over de verbindende kracht van muziek. Ja, ik vind het heel leuk dat ik erbij moet zijn. Ja. Ja. Je vertelde ook in de aankondiging dat er verschillende manieren zijn van werken met muziek. Of course. Zonder ze alle drie weg te geven, wat is er bijvoorbeeld een manier die je heel goed kunt gebruiken, die mensen misschien nog niet zo zien of nog niet doen? Muziek opent het veld. Muziek opent het veld. Dus een opstelling, überhaupt beginnen met muziek. Ja. Ga maar eens na bij welke rouwdienst ben je ooit geweest wat jou geraakt heeft. Die weet ik nog precies. Hoe gaaf is het? Ik bedoel, een vriend van mij overleed. En ik loop in die kerk binnen en daar wordt gespeeld het lied Shine On Your Crazy Diamond van Pink Floyd. Down, 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 down. En alleen dat al gaat mij weer zo verbinden en brengt mij zo in een staat van zijn. En de afsluiting was zo ontroerend van diezelfde dienst. Hij was een vechtersbaas voor het goede doel. Hij deed geen mensen pijn, maar het was iemand die zich inzette voor het goede. En eindigde met Bob Marley, get up, stand up, don't forget to fight, stand up for your rights. En dat werd gespeeld en heel die kerk was allemaal mee aan het dansen. En het werd meer een soort viering, Antilliaans of Surinaams, zo on-Hollands, dat we allemaal aan het swingen waren in de kerk. Ik denk, ja, that's the spirit. Ja. Hoe gaaf is er muziek uit te kiezen die zo recht doet aan deze persoon. En dat is voor mij een soort van ja, roeping. Ik word geroepen door een liedje om het te draaien. Ja. Mooi. Ja. In muziek merk ik ook vaak dat het leuk is, ik hou van muziek waar mijn vrouw niet van houdt. En dat komt omdat die muziek iets doet met mij en met haar. En voor mij is het fijn en voor haar niet. Ja. Weet je dan waar ik het over heb? Bijvoorbeeld hypnotische muziek of juist heel ritmische muziek. Ja. Muziek sluit aan bij een bepaalde stemming. Of kan je ook er eens heen brengen naar een bepaalde stemming. En ja, er zijn momenten dat ik weerstand heb tegen hele mooie muziek van Mozart of Bach. En er zijn momenten dat ik erbij wegsmelt. En dat ik wilde dat ik in die tijd geleefd had. Misschien heb ik het wel. Dus ja, het is maar net wat er in mij resoneert. Ja. Ik zei tegen een van onze trainers vandaag, omdat we een workshopdag hadden, zeg, weet je, jij bent eigenlijk hier onze hotshot. En ik draaide voor haar dat liedje, hotshot. En meteen begint ze te lachen. Zij was nerveus, maar dan komen allebei een beetje in die vibe van hotshot. Hoe mooi in muziek, in no time een overtuiging van mensen kan het veranderen. Dus roep je naar de plek in haar geval om er te zijn en zichzelf dat te laten zien. Ja, geweldig, mooi. Ja. Ja.